Ik moet iets bekennen. In interviews over mijn nieuwe film Brimstone vertel ik meestal dat ik verliefd werd op westerns en met name spaghetti-westerns uit Italië, doordat ik op mijn elfde Once Upon a Time in the West op de Vlaamse televisie zag. Maar de waarheid is, stiekem toch wat anders. Ik zal een jaar of negen geweest zijn toen ik op vakantie was in het Brabantse Luiksgestel. Het was een lange, hete zomer in Camping de Zwarte Bergen, dus bedacht men af en toe iets om ouders te ontzien, zoals een filmmiddag voor kinderen. Eind jaren 70 vond men een knokfilm voor Cowboys de ideale manier om ouders een paar uurtjes rust te geven. En dus zag ik de films van de Vier Vuisten, ofwel de rechter- en de linkerhand van de Duivel, zittend op de grond voor een keihard ratelende 16 mm-projector. Het waren de eerste spaghetti westerns die ik zag. Dit was heel wat anders dan Alias Smith Jones, de brave western serie die ik kende van televisie zwetende stinkende mannen die heel goor een bord bonen naar binnen werkten en er bovenop sloegen als de situatie daarom vroeg. En die vroeg er eigenlijk continu om. Daar waar Terence heel nog wat acrobatische lolbroekerij achter de hand had, was Bud Spencer de brute kracht. Hij had drie signature mappen. De zijwaartse knal met de vlakke hand, de sandwich, eigenlijk hetzelfde als de vorige, maar dan met twee handen in tegengestelde richting en de mooiste, een verticale vuistslag bovenop het hoofd van de tegenstander. Probeer dat maar eens te weerstaan als negenjarige. Ik werd dus instant fan van Bud Spencer, waarvan ik pas later begreep dat hij eigenlijk Carlo Pedersoli heette en een hele andere stem had. De jaren erop wisselde ik het zitten op de grond met heuse bioscoopstoelen en zag Bud in films als: De sheriff ziet ze vliegen, Platvoet aan de Nijl en De Vier Vuisten hebben de tropenkolder. Maar het begon dus allemaal met die westerns. En ongeveer tegelijkertijd met het overlijden van Bud Spencer dit jaar hoorde ik dat mijn nieuwe film Brimstone, een western, zijn wereldpremiere zou hebben in Italië. In de competitie van het Filmfestival van Venetië. 12 januari gaat de film hier in Nederland uit. En bijna 40 jaar eerder werd daar het zaadje voor geplant door een grote man met stalen vuisten. Dankjewel, Carlo.